Ik ben Annika Hopstaken en leuk dat je kijkt naar Life Hunters. In deze studio hebben we vandaag diverse actrices uitgenodigd om een rol te spelen in de video voor de Hartstichting. Hier achter de balie komt straks Linda te zitten. Zij gaat de actrices ontvangen. Wat die actrices niet weten, is dat Linda een hartinfarct heeft gehad en in het complot zit. Hallo, goedemiddag. Linda, hi. Mag je cake willen? Oh nee, dankjewel. Nee, Mirjana. Misschien een glaasje water erbij. Oh nee, gaat goed hoor. Ja? Oké. Oké, kom maar binnenlopen. Zou je mij kunnen vertellen wie je bent? Ik ben Mirjana van Reden. Ik ben Tanja Jes. Ik ben Lieke van Lexmond. Zou je me kunnen vertellen hoe jij denkt dat een hartinfarct eruit ziet? Wat zeg je? Hoe een hartaanval gaat. Ik denk dat het een... Een kramp in de hartstreek of druk op de hartstreek. Een beetje dit gevoel. Zou je mij kunnen laten zien hoe dat eruit ziet? Zoiets? Stop maar even, wat vond je er zelf van? Nou, ik denk niet dat dit het helemaal is. Misschien moet het heftiger. Stop hoor. Stop. Hoe voelt dit? Benauwd. Ik denk dat je dit er helemaal niet meer doet eigenlijk. Het zijn steken. Stop maar. Je hebt nu uitgebeeld hoe de meeste mensen denken dat een hartinfarct eruit ziet. Zou je even naar dit filmpje kunnen kijken? Mijn naam is Linda Baarscheer. Ik ben 53 jaar oud en ik heb een hartinfarct gehad. Een jaar voordat ben ik met maagklachten, wat ik dacht maagklachten, naar de huisarts gegaan. En die heeft mij toen maagtabletten gegeven. Maar de pijn werd op een gegeven moment zo erg. Toch denk je, ja, je gelooft de huisarts. Ik ben na een week ziek geweest zijn weer gaan werken. Op een gegeven moment ging het gewoon niet meer. Ik ben maar gaan liggen. Ik heb een vuilnisbak eigenlijk gepakt. Omdat ik zo misselijk was. En in mijn achterhoofd was ik nog steeds bezig met mijn maagklachten. Ik heb de maagklachten. En toen hebben ze 112 gebeld. En gillende sirenes naar het ziekenhuis. Ja, ergens op de achtergrond heb ik gehoord dat het een hartinfarct was. Sorry. Een besefje in ene. Maar ik ben er nog. En dat is... Dus wat dat betreft ben ik heel dankbaar dat ik er nog ben. En ik hoop dat er heel veel aan gedaan gaat worden. Dat mannen en vrouwen van elkaar verschillen, weten we. Maar hoe heftig is het dat artsen vrouwen nog steeds niet altijd goed kunnen helpen als ze bepaalde klachten hebben? De oplossing is een test waarmee artsen een hartziekte bij vrouwen eerder kunnen opsporen. De Hartstichting wil deze test mogelijk maken om meer vrouwenlevens te kunnen redden. Help jij mee? Jouw steun is onmisbaar.